straight into the flames, watching it get higher, higher. Bootleg Betty, hoe zijn jullie eigenlijk überhaupt bij elkaar gekomen als meidengroep? Ja, dan moet je eigenlijk bij Daphne zijn. Ja, ik had bedacht dat ik het wel leuk zou vinden als er een all-women rockabilly band zou zijn. En toen was het ook vooral rockabilly. En toen heb ik volgens mij, ben ik eerst met je, ja, vroeg of jij dat ook wilde. En toen, ja, ik heb jou al heel vaak gestalkt van ik wil dat jij in de band komt, maar jij wilde nog niet zo. En toen gingen we volgens mij, oh, toen hadden we nog de andere zangeres, Alice. En toen hebben we audities gedaan voor de drums. En toen wist jij ook nog steeds niet of je het wel wilde. En toen hadden we Merel en toen ergens wilde jij wel. Ja, natuurlijk. Oh, daar ja. Ja. Ja, en Carlijn, die is er nu ook ik bij. Ik echt zeker 3 keer auditie doen. Ik voel me daar toch een haat en nijd. Is het nou, denken jullie, ook heel anders om als vrouwengroep te toeren en te werken dan wanneer we allemaal mannen bij elkaar hebben? Denk het wel. Leg uit. Nou, wij vrouwen. Ik denk dat wij qua organiseren wel heel erg goed zijn. Ik weet niet of dat inherent is aan vrouwelijkheid, maar ik denk het eigenlijk wel. En dingen worden misschien beter uitgesproken. Van, goh, we kunnen iets makkelijker feedback geven op elkaar of dat soort dingen. Onder het genot van een pot Ben & Jerry's. Ja, nou ja, nou, bij wijze van, ja. Ja, gewoon bier en whisky. Oh ja, wacht even, het zou... Ja, dat is thee, natnek. Maar we zijn natuurlijk bij Kroeze geweest, zowel in Nijmegen als in Arnhem. Waanzinnige dag, kan ik me zo voorstellen. Ja, ik vond je het leuk? Ik dacht, voor jullie misschien ook. Het was een waanzinnige dag, ja, dat weet ik wel. Ik heb met haar echt gewoon... Nou, waar zijn we allemaal geweest, Anneke? Het was echt een toestand. We hadden denk ik 45 minuten om van Nijmegen naar Arnhem te rijden. En het is zo'n leuke ring daar. En toen hebben we 2 keer de buitenring gepakt. En toen zaten we op een gegeven moment aan de andere kant van de Waal. Of wat voor water dan ook door Arnhem stroomt. En dat was eigenlijk 5 minuten voor we daar moesten staan. Met haar drumstel in de auto. En toen bleven we maar vrolijk ons eigen cd'tje luisteren. Ja, we redden het wel, we redden het wel. Ja, het was erg spannend. Ja, maar wel een leuke dag. We zijn denk ik allemaal het afgelopen 1,5 jaar... toen dat idee van de platen zo in beeld kwam, dat we zo hard aan het werk zijn geweest. En ineens sta je in een winkel en mensen kopen iets waarvan je denkt, oh ja, dit is waar we zo hard voor hebben gewerkt. Ja, dat is heel tof. Dat is echt heel tof. En de verkoop gaat ook echt wel... misschien wel beter dan we hadden verwacht. Ja. We waren ook de best verkochte de plaat van die dag, zeg maar, bij Record Store Day. En we staan inmiddels al in de vinyl top 50, de landelijke vinyl top 50. Oh nee. Vorige week ergens in de top 20 en nu op, ja, op 14 of zo staan we. Bye bye Elvis. Arnhem, we komen net uit Nijmegen, want Bootleg Betty gaat al de Nijmeegse grens over naar Arnhem om daar ook in Kroeze te spelen op de Record Store Day. Wat ook natuurlijk wel interessant is, is dat hele Kroeze label, want dat is nu nieuw en Bootleg Betty als eerste, dus daar gaan we ook eens naar kijken. Girl to do, oh, with a boy like you. Hey, what am I to do? This ain't love. Yeah. Label. Want het is nu al moeilijk zat in de muziekindustrie. Ja, omdat dat gewoon leuk is om te doen. Ja, en dat is in de kern van de zaak is dat het. Want ik vind altijd dat je dingen moet doen die je leuk vindt. Maar we zijn er gewoon in de loop van jaren zijn we erachter gekomen dat hier in de regio gewoon heel veel goede muziek gemaakt wordt. En een aantal collega's van mij die zitten daar nog iets dieper in dan ik zelf. En heel veel bands doen hun ding in eigen beheer, brengen hun spullen uit in eigen beheer. En daar kun je best wel ver mee komen, zeg maar. Maar mochten er bands zijn die wel iets met ons willen proberen, dan willen wij daar best wel proberen om daar naar te kijken of we daar wat dingen mee kunnen doen. En er zijn genoeg bands die
het verdienen om een duwtje te krijgen, zeg maar. Beetje steuntje in de rug voor de mensen die nog op moeten komen. Ja, ik vind het altijd heel belerend klinken, zeg maar. Maar vanuit een winkel, op een gegeven moment, dat is eigenlijk wat we al jaren doen. Er komt heel veel uit en er komen dingen uit die je leuk vindt. En op een gegeven moment kom je er ook achter dat dingen niet die aandacht krijgen waarvan je zegt van, of uit het gevoel van even fuck, weet je wel, dat moet wat meer aandacht krijgen. En dan, ja, dan doen wij dat. En het label is daar een hele mooie manier voor. Ja, ik kan me wel voorstellen dat jullie ook wel erg jullie zelf gelukkig hebben geprezen met de kans om ook bij Kroeze dit te kunnen doen. Hoe is dat gegaan? Dat is eigenlijk een beetje samen ontstaan. Ik ken Henk Visser van Kroeze Arnhem, ken ik. Het is toevallig ook mijn achterbuurman, maar ik ken hem al langer. En hij liep al lang met het idee rond om een platenlabel te beginnen. En ik sprak hem met Oud en Nieuw om 4 uur 's nachts of zo. Ik was een rondje in de buurt en toen kwam dat toevallig terecht. En toen had hij het daarover en ik zei, oh leuk, nou wij brengen binnenkort een EP uit. Dus dat doen we op jouw label. Oké, proost. En nou ja, een week later toen belde ik hem op van, hey Henk, ja, wij brengen die EP echt uit. En wij kunnen de CD, wij brengen hem op LP uit. Wij kunnen hem niet op CD uitbrengen, want daar hebben we geen financiële middelen voor. Wil je dat platenlabel nog opzetten? Want dan zou ik het nu doen. En dan kunnen wij de eerste release zijn. En toen zei hij, oké, ja, is goed. Ja, laten we maar doen. En toen zijn we langzaam gaan. En kijken hoe het dan praktisch moet en nou ja, voor de rest. En nou ja, toen is het echt begonnen en toen zijn wij dus de eerste release geworden.